Zeer goeie dag allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Het is weer al zaterdag aangebroken. De tijd vliegt. Gebruik hem wel. Jawel, dames en heren. Ik moet denken, het is voor iedereen een voor volgende week, hè, een gebroken week. En waarom zeg ik dat een gebroken week? Omdat iedereen thuis is op 1 mei. Ja, niet iedereen. Sommige instanties niet, maar heel veel mensen wel zijn thuis op 1 mei. Dus dan ga ik ook hoogstwaarschijnlijk ook naar de 1 mei-stoet in Genk. Gaan jullie mij dan ook mee kunnen zien. Wat is er eigenlijk te doen op 1 mei in Genk? Ik zal het eens even eens opzoeken. 1 mei Genk. Eens even kijken, hè. Zet daar de programmering op. Programma 1 mei. Dus vanaf 8 uur 's morgens tot 2 uur 's middags zal er een jaarmarkt doorgaan. En dan van 8 uur 's morgens tot 12:30 's middags is het rommelmarkt. Dan heb je nog de misviering van 10 uur tot 11 uur. Shopdag van 10 uur tot 2 uur. Kermis zal al open zijn vanaf 10 uur 's morgens. Amai. Internationale Top 2 zal er ook aanwezig zijn van 12:45 tot 14:45. Dan heb je de operade, wat iets heel moois is. Is van 4 uur tot en met 6 uur 's avonds. En dan als afsluiter het vuurwerk om 10 uur 's avonds tot 9:45. Dit is de programmering voor 1 mei op de in Genk, dat zo zeggen. En kom en geniet van een heerlijk dag vol spektakel. Zo staat het op hun website. Het gaat echt heel mooi zijn en al 9 van de 10 kansen ben ik er aanwezig. Voilà, ik zal het zo zeggen. Maar nu gaan we rustig aan klaarmaken voor richting de supermarkt te gaan. Voor ons ontbijt gaan te halen natuurlijk. En daarna zie ik mijn vlog verder in elkaar. Want daar was ik ook mee bezig. Even de kleine handjes nog toevoegen. Voilà. Gisteren was mijn vlog maar 12 minuten en 20 seconden lang. Als ik alles aan elkaar plak. Dat is die veel. Dus dan moet deze vandaag wel iets beter. Ik wil toch wel altijd rond de 20 minuten een vlog hebben. Altijd. Dat ik een 20 minuten vlog kan aan jullie kan afleveren, dan ben ik dan 100% content om als dat gelukt is. Top. Allee, ik zie jullie zelfs allemaal terug. Ik ga nu richting de supermarkt. Maar ik ga jullie nog gauw het weer laten zien. Ziet, het is regenachtig. Het is geen mooi weer. En je ziet, ik sta er niet alleen, hè. Slim. Ben ik de slimste? Nee. Kun je naar 3 mensen beginnen te klagen. Sorry, ben ik de slimste, maar nu draag ik jou eens uit. Voilà. Als jij mij kunt uitdragen, kan ik jou ook eens uitdragen. Oeh. Dat is gemeen, hè. Dat is gemeen, mensen. Ik weet het, ik weet het. Ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal zelfs terug. Jojojo. Zo, we zijn nu gaan winkelen geweest. Dus daar heb ik ook nog heerlijke macaroni, hersenblokjes en graspe kaas gekocht. Ook nog wat lekkere sandwichjes voor bij de ontbijt. Dus dat is ook al opgegeten. Ik heb lekkere sandwich met choco gegeten en hespenworst erbij. En nu is de tijd aangebroken om Rummy Cup te spelen. Jawel, samen met Chris, Bea en Dimi. Momenteel staat Chris aan de leiding. En dan de onderste blad, daar sta ik even aan de leiding. En dan die tweede blad. Daar moet ik nog een inhalenreis gaan doen. Daar staat mijn maatje heel goed voor. Hoeveel eigenlijk?
Dat is 5, dat is 7. Dat is 14. 14 spelletjes moet ik in gaan halen. 14, hè. Dat betekent een ganse dag Rummy Cup spelen voor alleen dat ik haar kan inhalen, hè. Allee. Yo, yo, yo. Mensen, het gaat niet goed bij mij. Iedereen heeft al wat afgelegd, ziet dat het hier is aan. Behalve ik. Dit is mijn blok. Probeer dat maar eens 30 eruit te vormen. Met verschillende getalletjes of combinaties. Ik wens jullie veel succes. Ik haal de 30 nog niet eens. Dus daar moet ik mee uitkomen, hè. Dus bij 30. Halleluja. Ik word Z-O-T. Dat zijn dus mijn getalletjes, hè. Probeer daar maar eens 30 uit te halen. Veel succes. Lukt u niet. Lukt u gewoon niet. Oh. Help. Ik speel uit. Ik kom uit. En ik speel uit. Yay! Eindelijk. Hier is een streepje bij. Woehoe. Ja, we gaan ons appartementje eens verlaten. We gaan nu een kleine wandeltochtje doen door Alken. En ik neem jullie mee. Neem je mee op reis. Ja. Oh, kijk eens hoe mooi dat het hier al is afgedaan. Het gras en al. Wauw. Oh, wat is dat voor daar gegroeid? Ja. En hoe noemen die witte bloemetjes weer al, waar je zo kunt op blazen? Blaasbloemen. Blaasbloemen, ja. Nee, dat noemt zo niet. Ik weet het niet. Oké. Dus ik zal zeggen, geniet maar van de mooie timeslapje van de wandeltocht hier in Alken.
weer een hele leuke timeslap wandeling gemaakt. Dat was zo eerst richting Alke Centrum. Dan zo doorgewandeld richting Hakkeveldstraat. Aan de ene kant niet de Sint-Hubertusstraat of de Moeselstraat. Of daar had ik dan nog een straat die ik niet meer weet. En ik heb daar zo lang gewoond. En dan zo terug de Medegatstraat ingegaan, dan terug de Grootstraat, Stationstraat, Langeveldstraat. En zo zijn we terug bij mijn appartementje aangekomen. We hebben een leuke wandeling gehad. Nu is het ook zulke af aan beginnen te regenen. Het is eigenlijk al even aan het regenen. Maar dat houdt ons niet tegen om verder te blijven wandelen. Voilà, zijn mensen. Nu is het nog even een paar rummikupjes doen. 5-3-8 aanzetten, want het is ook Koningsdag in Nederland. Dus mensen uit Nederland, ik hoop dat jullie goed hebben gevierd op jullie Koningsdag. Wanneer dat ik hier nu mijn vlog in een kan eraan steken, dus is het Koningsdag. Dus ja, dus ik hoop dat jullie genoeg biertjes en al hebben opgedronken. Allee, tot straks allemaal. Yo, 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 yo. Zo, Koningsdag op de achtergrond ben ik hier nu in de keuken beland. We gaan dus macaroni. Wacht hè. Macaroni. 300 gram gaan we dus klaarmaken met 75 gram boter. Ja. Dan 200 gram geraspte kaas. 75 gram bloem. Dan ook nog noot en peper erbij. Hier eigenlijk 200 gram hersenbloksels, maar ik doe altijd het dubbel, dat dat lekker is. En dan ook nog 1 liter melk. Dat heb je allemaal nodig om macaroni met kaas en nest te maken. En ook natuurlijk 75 gram bakboter. En dan bijvoorbeeld, voordat je ook gaat beginnen, dus ik ben ook mijn water laten aan het koken, dan laat je ook bijvoorbeeld je oven op 175 graden voorverwarmen. Dan kun je daar bijvoorbeeld op het einde van de rit, dus de zesde eigenlijk handeling, bestrooi met kaas en beleg met vlokjes boter. Zet 15 minuten in een op 175 graden voorverwarmde oven. En dan moet dat dus zelfs dus als mijn macaroni gaar is, dan gaan we die hier ook terug uitgieten. Dus het water gaat hier dan in, maar de macaroni blijft dan hierin zitten. En dan gaan we richting hier naartoe, naar de pompbak toe. Hier gaan we dan met koud water de macaroni gewoon stoppen met laten gaar te worden. Dus besproeien met koud water. Daarna, als dat gebeurd is, ga ik de macaroni hier in deze pan doen. Met ook waar dan de hespenblokjes, noem maar op, is toegevoegd. En dan ga ik dat hier nog uitstrooien. En dan moet dat dus dan nog 15 minuten in de oven staan, die dan voorverwarmd is. Met dan ook nog zo blokjes boter en dan nog wat kaas graspe kaas nog overgesmeerd en al. En dan kunnen jullie gaan eten. Dus, en bijvoorbeeld, mijn macaroni moet nu 8 minuten opstaan. Dus dan ga ik dat ook nog zelfs zeggen tegen Google, dat dat 8 minuten moet gaan opstaan. Voilà. Dus nu weten jullie ook hoe jullie macaroni met kaas en hes maken. Dus ik zal zeggen, laat het smaken als jullie het ook gaan klaarmaken. En laat het hieronder in de comments maar weten. En als je op Discord zit, laat eens een mooie foto eens zien. Met jouw gemaakte macaroni met kaas en hes. Dus laat het u smaken, hè. Tot straks allemaal. Yo, 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 yo. Ja, ik ga dus koken voor mijn gasten, Bea en Chris. Voilà. Alsjeblieft. Ik ga jullie nu laten. Ik ga hier ook de tafel dekken. Ik ga alles doen nu. Tot straks allemaal. Echt Koningsdag 5-3-8. Jullie draaien wel goede muziek op Koningsdag, hoor. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Kijk eens hier nu, mensen. De macaroni ligt er nu in. Dus 8 minuten en een stuk moet dat hierin blijven in het water. Gezouten water. Dus vooral dat je het water op koken brengt, doet daar ook zout in. Dus nu gaan we ook in de volgende stap voor jullie doen. Dus laat de boter smelten. Daarna moet de bloem erbij. Laat dat dan lichtjes opdrogen.
En doe daar dan ook rustig melk bij. Dus de melk, 1 liter melk, hier dan ook heel rustig dan erbij. En breng het op smaak. Tot het goede dik papperig is. Voilà, dat wou je er nog even bij zeggen. Zo, na het koken heb ik het nu lekker in de oven gestoken. Kijk eens hier eens. De lekkere macaroni met kaas en hasp is klaar aan het maken. Daarna ga ik ook nu de afwas doen. Ja, dat hoort er ook bij na het koken, mensen. Dat is het minpunt, hè. Kijk eens wat afwas dat er nog staat. Deze melkfles, die moet eigenlijk ook nog zelfs weggegooid worden. Dus ik heb nog redelijk wat te doen. Ik ga jullie nu sabiet laten. Dan gaan we sabiet ook nog heerlijk eten. En dan, ze heeft het gehoord. De maatje heeft de memo gehoord. Dus die is nu ook op de hoogte. Tot ze hebben ze allemaal. Sorry dat we al aan het eten zijn. Je ziet dat er al een stukje uit is. Maar dit is het eindresultaat van onze macaroni met kaas en hesp. Ik ga nu lekker eten. Kijk maar, een lekker bordje vol. Zo, er is komen en er is ook een gaan. En mijn maatje is nu al door. Ik ga dat sowieso al zeggen. Omhoog van ze was gewoon uitgeput. Want ze was hier zelfs achter mij in slaap gevallen. Jat. Maar de tussenstand is 7 voor Chris, 1 voor Bea en 1 voor mij. Dan hebben we ook nog gewonnen Rummy Cup, ook nog gespeeld tussen ik en Bea. Daar is het 11 tegen 12. En dan de grootste kloof aller tijden, 7. Tegen 23. Ja. En voilà. Ik hoop dat jullie wel van de vlog hebben genoten vandaag. Met die timeslap erin. Noem maar op. Ik heb ook naar Koningsdag 538 gekeken, de ganse dag ook door. We hebben hier de ganse dag door ook zitten rummikuppen. Ik heb een gedeelte kookvlog ook nog eens opgenomen. En mijn bureaustoel zit vast onder de bureau. Dat is ook nog eens geweldig. Ik weet niet wie het daar heeft onderin geduwd. Voilà, je hoorde het. Hoe fel dat het vasthangt. Holy shit, staat er zelfs in mijn bureau. Ik ben Speedsies nog altijd wel heel dankbaar voor deze geweldige gamingstoel. Dus als je een gamingstoel wilt hebben, ga naar Speedsies. Jawel, dames en heren, Speedsies. Dus even gaan kijken op Speedsies website, wat die allemaal hebben. Eens even kijken, hè. Speed Seats. Oei. Permanent gesloten. Dat is niet waar, hoor. Eens even kijken. Ze hebben daar een Speed Seat GT Series voor €389. Dat is deze hier. Een hele mooie Speed Seats GT Series. Speed Seats GT Series. Our new model available with red, blue and silver stitches. Not available at this time. Experience for some very young second-hand retail shards. Contact us for more information. Niet mee informeren, maar wel speedseatsen. Dus, maar ik ga eens kijken welke dat ik echt de geweldigste stoel vind. Alle producten. Oh, ze hebben wel niet meer zoveel stoelen. Dan vind ik wel deze Speed Seats Relax Series Black een hele mooie. Want die hebben ook zoiets, zo'n zitbankje en al. Die komt op €449. En je hebt daar ook een hele mooie leren zijwand. Dus wat ik hier ook zo wat heb. Holy shit. Ik heb een potje gedaan.
De handvaten, die kun je ook nog zelfs eens afstellen. De rugleuning kun je zelf afstellen. Je kunt er zelfs bijvoorbeeld ook in slapen. Je kunt er eigenlijk een slaapbed van maken. Dus ook wel geweldig. Voilà, ik heb ook eens waar reclame nu is gemaakt voor jou, hoor, Speed Seats. Want jij doet ook wel redelijk veel voor mij, dus dan mag ik ook wel eens iets terug doen, ook voor jou, alstublieft. Maar, die gast weet dat dat privé gaat blijven. Dus, ik ga dat ook niet openbaar gooien wat wij als deal hebben gesloten met elkaar. Top, oké. Voilà. Dus Speed Seats. En dan ga ik ook nog even de andere dingen erbij gooien. LAN Party Europe. LAN Party Europe, de volgende LAN parties die opkomen, is op 3 mei. LAN Resort in Duitsland. Dan heb je nog Wake Up on LAN 41. Dus ja, maar LAN Resort 2024 die gaat door in Toppingerstrobe 6G. Dat is in Duitsland. Deze gaat door op 3 mei tot en met 6 mei 2024. Daar kunnen in totaal 380 mensen aan meedoen. Ticketsprijs is tussen de 620 en de 1200 euro's. Jawel. Ik ga ons vanavond nog douchen. Ja, oké. Okay. Dan hebben we nog de Wake Up LAN. De Wake Up LAN is de blokhut van Scouting Bemmel. Is een klein maar gezellige blokhut. Er zijn 3 ruimtes waarvan 2 grootste met wand gescheiden zijn. Die weggeschoven kan worden zodat er 1 grote ruimte ontstaat. Er is een keuken, 4 wc's en 1 douche. In de derde kleine ruimte bevindt zich de gezellige bar. Deze gaat door in Sportlaan 1F. 6681 CD in Bemmel in Nederland. Kostprijs voor daaraan mee te doen kost 25 euro. En de website is www.wallan.nl. En daar kunnen in totaal 54 deelnemers aan meedoen. En die van LAN Resort is de website www.lanresort.de, dus van Duitsland. Dan hebben we nog Lord of Games 2024. Deze gaat door in Oostenrijk, in Hoopstrobe, 28B, 8605 Kapfenberg. De website is www.log-lan.at. Daar kunnen in totaal 100 deelnemers aanwezig zijn en 45 is de ticketprijs. En daar zijn prijzen te winnen, jawel. Dan hebben we nog de Full Duplex LAN 9. Kom gezellig gamen met ons van 10, 11 en 12 mei 2024 in het Kloosterhof in Wörth. Dit weekend organiseren wij de gezellige LAN-party in de regio van Sequeria, 66 deelnemers met onder andere supersnel internet plus gratis wifi, ruime tafels met internet en stroomaansluiting, bar op locatie, aparte rustruimte niet verplicht te gebruiken plus douches, genoeg eetgelegenheden in de buurt, competities, gezellige crew, intro en aftermovie, ticket voor maar 35 euro's. Deze gaat door in Kapitaalweg 2A 6551 EA Word. De website is www.voelduplexlan.nl. Er kunnen in totaal 66 deelnemers aanwezig zijn en jullie hebben het gehoord, 35 euro is de ticketprijs. Daarna zitten we aan in Oostenrijk terug opnieuw. Dus ik ga dat wel eens even, want dat is Oostenrijks en dat kan ik dus niet lezen. De JKU Games vinden plaats van vrijdag 17 mei 2024 om 16 uur tot en met zondag 19 mei 2024 om 6 uur 's morgens. Vanwege de afbraak en de tramverbinding eindigt het event zondag om 6 uur 's morgens. De JKU Games hebben verschillende aandachtspunten. Een LAN-ruimte voor 100 personen, een bordspelruimte, een pen- en papierruimte, een weerwolfruimte, een consolenruimte. Deze gaat door in Oostenrijk, in JKU
Linz, Unicenter, Altenberg, Straube, 69, Linz, AT, 4040, Oostenrijk. De website is https://games.ouh.jku.at. In totaal kunnen er 100 deelnemers aanwezig zijn. Oké, dan gaan we door naar de volgende. De Convention Xtreme 26. Dat is dus hoogstwaarschijnlijk in Duitsland. Eens even kijken. Heel de pagina vertalen. Oké. Eens even kijken, dat is Duitsland. Ja, oké. Dus hallo lieve LAN-party vriend. Het is een feit dat de Convention Xtreme 26 van 17 tot 19 mei 2024 in Altenburg, Halle, Karlsdorf, Nuthard, straat vinden werd. Dat is dus niet verteld in het Nederlands. Nee, dat is niet verteld in het Nederlands. Kan dat? Schat, waar zijn je sigaretten? In mijn broekzak. Mag ik eentje, alsjeblieft? Ja, ik ga die het rek geven. Ja, dus daar is dus een LAN-party in Duitsland met in totaal 440 deelnemers. De ticketprijs is €45 en de website is www.con, dus C-O-N, Ven, W-E-N, Tion, T-I-O-N, streepje X, streepje Treme, dus T-R-E-M-E, .de. En er zijn ook prijzen te winnen. Prijzen, prijzen, prijzen. De ticketprijs kost er €45 en er kunnen in totaal 440 deelnemers aanwezig zijn. Dan zitten we nog in Duitsland, de 1024 LAN. Deze gaat door in Janstrobe, 45, 88, 281, Schlier, Duitsland. De website is www.1024lan.de. Dus aan elkaar er vast, die 1024lan.de. Er kunnen in totaal 204 deelnemers aanwezig zijn. De ticketprijs is tussen de 38 en de 60 euro's. Excuseer, 60 euro's. En welke toernooien gaan er aanwezig zijn? Ik zal het dus heel snel ook eens gauw eens zeggen. Als ik het terugvind op hun website. Ja, die, ze hebben wel een hele mooie website, moet ik wel ook wel eerlijk toegeven, dames en heren. Ze hebben echt een hele mooie website. Wat we aanbieden is even kijken als daar de lekkere kompos. Ja, ik heb hem gevonden. Armworstelen, bierpong, het laatste biertje, standaard verlies. 1 op 1. Wacht, ik heb dat wel. Flunky bal. Hardware. Werpcompo. Hardware werpcompo. Middag aan het eind is er maar 1. Nerfgun. 2 versus 2. Koekje wank. Blobby volley 1 op 1. Counter-Strike. Noem maar op, daar zijn redelijk wat. Ook Trackmania zit daar ook tussen. Dus wat ik vroeger heb gespeeld. Oh, 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 oké. Okay. Dan zitten we op de realiteit. Reality. Realiteit. Dus die website is dus ook volledig in het. Wacht, hè. De reality, voilà. De reality 2024. Deze gaat door. Op, eens even kijken, 21 juni tot en met 23 juni 2024. Het gaat deze keer door in Martini Plaza. In Leonard Springlaan 2, 9727 KB, Groningen, Nederland. Ik ben daar eens ooit eens geweest, denk ik, in die hal.
En de website is www.reality.nl. Er kunnen in totaal 748 deelnemers aanwezig zijn. De ticketprijs is €95 tot en met €175. Ik ga zo eens op hun website eens kijken. De reality. Eens heel eventjes kijken. Want die plaats is Groningen. Ik denk dat ik daar wel al ooit ben geweest. Dus even eens kijken, hè. Ik denk dat ik daar ooit ben geweest. In die zaal. Want ik ben nu op hun website van Martin Plaza. Dus ook waar van de hal is. Cookies toestaan. Dus even eens kijken. Je bezoek. Nee, ik ben daar nog nooit geweest. Ik ben daar nog echt nooit geweest, maar het is wel een hele mooie hal, moet ik wel eerlijk toegeven. Ik ga eens even ook eens kijken als er, ja, van die lampen, de reality, als dat ook op hun agenda daar al staat. Juni. Zit het in juni? Nee. Op de rest zit... Hè? Wanneer ging dat door? 21 tot 23 juni. 21 juni. Nee, staat er niet tussen. Dan komt er Michael starring Ben. Dus even eens kijken. Groningen. Ah ja, Groningen is het. Ik heb hem nu wel de juiste. Voilà. Ik heb de juiste website gevonden. Dus even ook eens kijken als daar ook staat van de reality. Nee, daar staat er ook niet tussen. Misschien nog wel. Juni, juni, juni. Meer resultaat. Dan zit ik al in juli. Nee, staat er niet tussen. De reality. Dat is wel strange. Is de ticketverkoop ook al gestart? De vloerplan is ook al beschikbaar. Lol, dat meent je niet. Ja. Dat meent je niet. Oké, ja. Kan zijn dat ik er wel misschien aanwezig ga zijn. Misschien. Als het echt 100% doorgaat, want... parkingticket is €17,50. Oké, goedkoper dan 6-6-land. De reality ticket is €95. Dus ja, ik ga sowieso moeten bekijken als ik daar naartoe ga, ja of nee, naar de reality in Nederland. Het is misschien wel heel leuk om daar naartoe te gaan. Dus. Dus even kijken als er nog LAN-parties aankomend zijn. Level Up in juni. Deze gaat in Australië door, dus in Australië, in Oostenrijk door. Dus ik ga daar niet zo te veel dingen aan geven. Dus dat is www.levelup-salzburg.at. Dan heb je nog LAN Team Invite 83. www.lan-team.de. Deze gaat door, ook nog redelijk ver van de buitengrens, dus... De kans is zeer klein dat ik daar ook aanwezig ga zijn. Dan hebben we nog Landsklan 1. Deze gaat door in Engeland. Dus even kijken voor 24 deelnemers. Dus daar ga ik niet echt te veel reclame op maken. Dan heb je nog Totlan. Totlan is wel nog een van de bekendste lands in de landscene. Er komen 400 deelnemers toch wel op af. En de ticketprijs is €49 tot €65. En het gaat door weer al in Oostenrijk. Of de Houden, 82, 5280, Braunau am Inn. Dus, en de website is www.dot-land.at. En dan hebben we nog de allerlaatste LAN-party die ik hier heb.
is ook in Zwitserland. Dan zijn we in Zwitserland aangekomen. In Brugge Centrum 9445 Ripstein. De website is www.jintanlan.ch. Dus J-I-N-T-A-N-Lan.ch. In totaal komen er 80 deelnemers op af en de ticketprijs is €65. Voilà, ik heb er wat reclame gemaakt nog een keer ook nog eens voor de LAN-party zien. En alle LAN-party informatie kun je ook altijd terugvinden op www.lan-party.eu. Voilà. Bij deze ga ik hier ook de vlog ook beëindigen. Ik ga ook nog wat series kijken. Ik ga... Ik ben echt ook al op en al. Ik ben ook blij dat ik wat informatie in de wereld heb kunnen gooien van de LAN-parties. Ik hoop dat jullie hebben genoten ook van de informatie over de kookvlog. Ik heb, hopelijk hebben jullie ook genoten van de wandelvlog. Dus ik heb redelijk vandaag veel gedaan voor jullie. Ook voor content te maken. Dus ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal morgen terug. Vergeet alvast geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet wat buiten te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. En ik ga sowieso zeggen... de feest is nu nog altijd een volle bak in de gang in Nederland met de Koningsdag. Maar deze vlog komt één dag later online naar de Koningsdag. Ik hoop dat jullie ook hebben kunnen een mooi feest hebben kunnen krijgen van de koningen. Koning Alexander, dacht ik dat het was, hè, in Nederland. Koning Alexander, oké. Maar ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal de volgende keer terug. Yo, 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 yo.